Hey en super leuk dat je bent bij deze video. Dit is een hele andere soort video als dat ik normaal maak. Dit wordt namelijk eigenlijk een soort storytime. En ja, een video die best vaak is aangevraagd. Zoals je wellicht al aan de titel hebt gezien, ga ik vandaag jullie eigenlijk mijn afvaljourney vertellen. Ga ik eigenlijk vertellen hoe ik bijna 10 kilo ben afgevallen zonder dieet. En dit heb ik opgesteld in een aantal tips, zodat ik jullie kan helpen. Ik ben hier zelf een soort van langzaam ingerold en achtergekomen. En steeds meer gaan lezen en steeds meer achtergekomen. Dus ja, ik kan nu wel zeggen dat ik best wel er veel over weet. Heb je tips nog iets nodig, stel het in de comments. Of als je dat iets openbaar vindt, kun je me altijd een DM sturen. DM's vliegen er bij mij wel een beetje snel doorheen. Dus ik zie niet altijd alle DM's. Maar ik krijg vaak de comments dat jullie echt zien aan mijn gezicht. Ik ben afgevallen aan mijn lichaam. En dat is natuurlijk super leuk om te horen. Ik heb het echt gedaan omdat ik me niet goed in vel voelde. En ik wil, voordat ik begin met deze video, jullie zeggen dat iedereen mooi is op zijn eigen manier. En als jij je goed in je lichaam voelt, is dat natuurlijk het allerbelangrijkste. Ik voelde me gewoon niet goed in mijn lichaam. Ik voelde me niet zeker meer. Ik was super onzeker geworden. Wat ik normaal nooit was. Terwijl ik helemaal nooit het perfecte lichaam had. Maar bij mij was het gewoon wel te erg geworden, voor mijn idee. Voor de mensen waarbij dit onderwerp gevoelig ligt en een trigger kan zijn, raad ik je aan om de video niet te kijken. Want we gaan het hebben over calorieën en we gaan het hebben over afvallen en weet je. Dus kijk maar gewoon lekker niet. Je mist niks. Dus weet je van jezelf van oké, dit is geen video voor mij. Kijk het dan gewoon lekker niet. Ik heb genoeg andere leuke video's op mijn YouTube kanaal staan. Dus ga maar gewoon lekker die video's kijken. Daar word je veel blijer van. Voordat ik begin met de video wil ik je even uitleggen hoe ik het ga doen. Je hebt een eetgedeelte en een sportgedeelte wat je kan helpen met afvallen. Je kan makkelijk afvallen zonder te sporten. Dit kan. Je hoeft niet elke dag in de sportschool te staan om af te vallen. Eten, daar ga je van afvallen. En sporten, dat maakt je strakker. Maar je gaat niet alleen maar afvallen door te sporten. Want als je daarnaast niet gezond eet, dan ga je gewoon niet afvallen. Het is gewoon heel lastig. Het zou kunnen, maar het is super lastig. Dus ik heb me vooral gefocust op het eten. De eerste paar maanden toen de sportscholen dicht waren, heb ik niet eens gesport. Terwijl ik wel afviel. Dus ik ben nu er de laatste tijd bij gaan sporten. Puur om gewoon wat strakker, fitter gevoel te krijgen. En dat me ook wat meer motiveert om gezonder te eten. Maar ik zeg je, wil je nou echt niet sporten? Het is niet per se nodig. Ik ga je eerst wat tips geven voor het eten. Dus laten we maar snel gaan beginnen. Ja, waar begon het eigenlijk? Het begon eigenlijk bij een verkeerde levensstijl. Ik was 15, 16, kon vreten wat ik wou. Chips, McDonald's, alles erop en eraan. En ja, dit was gewoon een levensstijl die ik had. Ik bedoel, veel 15, 16-jarigen hadden waarschijnlijk ook zo'n levensstijl. Veel vriendinnen van mij om mij heen ook. En ik merkte op een gegeven moment dat ik gewoon wel wat aankwam. Maar ja, weet je, ik bedoel, in het begin denk je, het zal wel, weet je wel. En ja, dit werd gewoon steeds meer. En het was niet van de een op andere dag dat het opeens er zoveel kilo bij was. Maar het ging over een paar maanden. En op een gegeven moment van de winter, toen dacht ik echt wel van, wow, weet je wel, van oké. En ik woog mezelf nooit. Echt, wij hebben echt één skere kut weegschaal wat helemaal niet werkt. Dus ik had geen idee hoeveel ik altijd woog of wat normaal was. En toen ging ik bij stand wegen en toen schrok ik me rot. Ik wil niet getallen noemen, want ik denk dat dit niks toevoegt. Dan gaan mensen zich alleen maar vergelijken met, oh my god, zij weegt zoveel nu en ik weeg zoveel. Terwijl elk lichaam is zo anders. Dus je hebt niks aan het getal, hoeveelheid, hoeveel ik weeg. Het gaat erom hoe je eruit ziet en de kilo's die eraf zijn. Dat kan je natuurlijk wel opmeten. Dus dat. Ik dacht, oké, dan moet wel gewoon echt wat veranderen. In het begin, ik ging wat gezonder eten. Maar wat sporten thuis soms. Maar dit werkt natuurlijk niet. En op een gegeven moment dacht ik van, dit heeft geen zin. Dit had ik 2 maanden gedaan of zo. En toen dacht ik, dit heeft gewoon geen zin. En toen ben ik eigenlijk het internet opgegaan en gaan kijken wat helpt. En er kwamen genoeg dieet voorbij, maar ik wilde gewoon niet aan een dieet. Want ik ken mezelf, dan hou ik 2 weken een dieet vol. Geen koolhydraten, geen dit of geen zus of geen zo. En dan ben ik er weer klaar mee. En dan val je daarna weer je oude patroon. Dus mijn allereerste tip is eigenlijk dat je
ja, gewoon je hele leefstijl moet omgooien. En dit heb je niet binnen een week gedaan, dat heb je ook niet binnen een maand gedaan. Maar het is gewoon belangrijk om die knop op te zetten. Het is echt een knop die je moet omzetten van gezondere keuzes maken, andere soort voeding eten. En ja, dit vind je niet in één keer uit. Ik bedoel, het kost gewoon tijd. En al helemaal als je bij je ouders woont en met je ouders mee eet, is het gewoon lastiger. Maar je moet voor jezelf gewoon een motivatie vinden. Bij mij was het dus dat ik gewoon echt te veel was aangekomen en dat er af wilde voor de zomer. En ik had nooit het idee van het moet van de zomer mijn perfecte lichaam zijn. Nee, ik dacht ik doe het lekker op mijn eigen manier. Al doe ik er een maand over, al doe ik er een jaar erover, al doe ik 2 jaar erover. Ik ga dit gewoon helemaal op mijn eigen manier doen. En er gaat geen tijdstuk achter zitten. Ik ben nog steeds niet op de kilo's die ik het liever voor ogen zie. Maar ik bedoel, je moet gewoon niet te streng zijn voor jezelf. Want dan heeft het gewoon geen zin. Je moet hartstikke lief zijn voor jezelf. Want ja, je hebt het waarschijnlijk al zwaar genoeg dat je aan het afvallen bent. Dus maak het nou al niet moeilijker voor jezelf dan dat het is. Het belangrijkste is gewoon het veranderen van slechte gewoontes. En dat is, drink geen calorieën. Ga gewoon water drinken. Thee of koffie. Pak nou net niet dat snoepje. Ga niet tussendoor snoepen. Pak niet dat koekje. Weet je, doe het gewoon niet. En waar mij heel erg heeft geholpen is heel veel water drinken. Je moet echt super veel water drinken. Want heel vaak denkt je lichaam dat je honger hebt. Dan heb je een soort hongergevoel. Maar eigenlijk heb je gewoon dorst. Dus voordat ik ging eten, ging ik heel veel water drinken. En de hele dag door, ik moet veel plassen. I know, echt super kut. Maar je moet gewoon heel veel water drinken. En dan heb je ook minder honger. Want ik dronk niet. Als ik nu naar terug, ik dronk nooit iets. Ja, soms een glaasje water bij de lunch, maar ik dronk bijna nooit. Dus ja, je moet soms echt, ja, dat hongergevoel kan je ook stillen met wat water. En dan natuurlijk daarnaast wat eten. Maar dan zul je zien dat je al veel minder grote eter bent. Ja, dan heb ik in het begin dus een beetje mijn gewoontes proberen om te gooien. En dat beetje zo langzamerhand gedaan. Maar ik merkte nog steeds niet echt groot verschil. Ik dacht van ja, nu ga ik echt afvallen. En toen kwam Stan, mijn vriend, daar eigenlijk mee van, goh, je moet eigenlijk in een calorietekort zitten. Een calorietekort, ik wist helemaal niet dat dat bestond of dat was. Maar een calorietekort houdt letterlijk in dat jij minder calorieën eet dan dat je daadwerkelijk verbrandt. Ik heb dit zelf gedaan met de app Lifesum. En deze app, vul je gewicht in, je goalgewicht, hoe je het wil bereiken, in welke tijdsperiode, je lengte, je vult van alles in. En dan gaat hij precies berekenen wat jouw behoeften zijn op een dag en hoeveel je dus verbrandt en ja, hoeveel je dus kan eten. Dus je kan ook bijhouden hoeveel je sport. Dus dan mag je bijvoorbeeld weer wat meer eten. Zo rekent hij dat helemaal uit. En ja, dit ben ik eigenlijk maanden gaan invullen. Op een gegeven moment wordt het steeds makkelijker, want alles staat erin gescand. Je hoeft het alleen maar een paar dingen aan te tikken. En nu gebruik ik hem eigenlijk niet eens meer, omdat ik wel gewoon een beetje in mijn hoofd heb zitten wat ik ongeveer wel en niet kan eten. Het is dus in het begin echt, ja, voor jezelf om te kijken van, wat kan ik wel niet eten? Hoeveel kan ik ongeveer op een dag eten? En nu heb ik dat maanden gedaan. Dus letterlijk sinds februari. En nu weet ik wel een beetje in mijn hoofd van, dit doe ik ongeveer als ontbijt. Dit doe ik ongeveer als lunch. Dit doe ik ongeveer als avondeten. Dit bevat sowieso veel. Ik weet het niet in de precisie. Maar ik bedoel, dat is op een gegeven moment ook niet meer nodig. Het gaat erom dat je gewoon een nieuwe een nieuw eetpatroon aangaat. En bij mij was dat eerst heel erg verkeerd. Ik had helemaal geen honger in de ochtend. Dan ging ik niet eten tot 2 uur. Dan ging ik daarna naar McDonald's me helemaal vol vreten. En dan ging ik dan weer dat eten. Weet je, gewoon allemaal ongezonde dingen. Omdat ik dan heel erg honger had. En na het avondeten veel te veel snoepen nog. En ja, daar ben ik gewoon helemaal mee gekapt. En nu heb ik niet eens meer honger. Dus het is in het begin echt taai. En die moet je gewoon even doorzetten. Maar je kan het. Iedereen kan het. Ik kan het. Ik had nooit gedacht dat ik het zou kunnen. Want ik was echt, ik had echt alles wat los en vast zat. Maar op een gegeven moment, ja, moet je gewoon echt die knop omzetten. Het is echt gewoon, ja, een kwestie van die knop omzetten. En ik hoop echt dat ik jullie hierbij kan helpen. Want ik weet zeker dat iedereen het kan. En het gaat met tegenslagen. Het gaat op en af en neer. En soms kom je weer wat aan en dan gaat er weer wat af. Of blijf je echt heel lang op dezelfde gewicht. Dat heb ik ook gehad. Maar je moet er gewoon doorheen gaan. En ja, dat wil ik jullie gewoon even meegeven tussendoor. Daarnaast wat mij eigenlijk heeft geholpen is intermittent fasting. Ik heb dit niet heel in de precisie gedaan. Maar ja, ik werd altijd heel misselijk wakker in de ochtend. Dus ik wilde nooit wat eten. Maar daardoor kreeg ik later op de avond ook weer heel veel honger. Dus dan ging ik dat weer compenseren. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar wat ik heb gewoon gedaan. Ik sta elke dag rond 8 uur op. Neem om 9 uur een koffietje.
En daar zit ik dan best wel vol van. Ik ben gewoon niet een groot eter in de ochtend. Maar je kan natuurlijk ook gewoon heel licht ontbijt nemen. Gewoon een klein beetje havermout of een cracker met iets. Maar ja, ik heb zelf dus geïntermittent fast. Ik ging dus dan in de ochtend een koffietje. Ik ging rond 12, 1 uur lunchen. Dan nam ik meestal nog een koffietje met een tussendoor snackje of iets gezonds. En dan ging ik avond eten en dat was het eigenlijk. En ik at wel gewoon echt veel met de lunch. Dat ik gewoon goed vol zat. Ik dacht, ja, dit is top. Maar wel gewoon gezonde dingen. Ja, dat heeft mij er heel erg bij geholpen om voor mezelf te zetten van na het avondeten niet. Of echt één klein blokje pure chocola, kopje thee, dat kan natuurlijk wel allemaal. Maar na het avondeten gewoon niet meer. Ja, en dat heeft me gewoon heel erg geholpen. Zodat ik eigenlijk een kortere tijdsperiode heb waarin ik mag eten. Dus waardoor je ook minder gaat eten. En ik werd niet met heel veel honger wakker. Dus ja, dat is gewoon iets wat voor mij werkt. Maar het is niet per se dat je gaat afvallen. Ik bedoel, het is niet als je gaat intermittent fasting dat je afvalt. Het is meer gewoon dat je een kortere tijdsperiode hebt waarin je dus eet. En dus waarschijnlijk ook minder eet. Dus ja, dat is gewoon iets wat voor mij heeft geholpen. Maar het is niet de gouden tip, vind ik zelf. Want je kan daartussendoor in die tijdsperiode ook genoeg zo eten en alsnog aankomen. Maar dit is gewoon iets heel erg wat ja, voor mij gewoon ja, een soort grens heeft gesteld van oké, dus die en die tijd kan ik eten en wel gewoon gezond. En dan daarna na 10 sowieso niet meer. Weet je wel, dat is meer gewoon voor mezelf. Dat ik ja, gewoon wat regelmaat had en een structuur. Ja, en dan wil ik je eigenlijk ook gewoon meegeven. Wees gewoon niet te streng voor jezelf. Ik bedoel, op een verjaardag, eet lekker dat taartje. Ga je een weekendje weg met je vriendinnen. Ga lekker een wijntje doen. Ga lekker uit eten. Doe het. Want ik bedoel, je leeft ook gewoon. En kijk, ik heb ook voor mezelf gezegd, ik wil het niet binnen een bepaald aantal tijdsdruk halen. Ik wil ook gewoon lekker genieten van mijn leven. Want dat is iets wat ik heel belangrijk vind. Gewoon lekker genieten van het leven. Het leven is hartstikke mooi. Dus, en het is al moeilijk. Dus maak het niet te moeilijk voor jezelf. En ik heb gewoon met mezelf afgesproken. Weet je, door de week doe ik gewoon goed. En in het weekend, kijk, ik hou het in mijn achterhoofd. Dus niet dat ik elke dag dan naar de McDonald's ga en weet ik het anders ga eten. Maar ik let niet op. Ik ga geen calorieën tellen. Ik ga geen calorieën bijhouden. Ik eet gewoon lekker waar ik zin in heb. En ik heb de laatste tijd ook wel gewoon gezin in zijn gezondere keuzes. En omdat je zo goed bezig bent, wil je niet helemaal vol gaan vreten met McDonald's. Maar als je een keer met je vriendinnen gaat, lekker doen! Als je een keer een mukbang opneemt, als je YouTuber bent, eet lekker die sushi. Eet lekker die McDonald's of weet ik het allemaal. En allemaal als je op vakantie gaat, tuurlijk ben je ermee bezig en hou je het in je hoofd. Maar je moet niet helemaal geobsedeerd worden door die calorieën. Want dat is gewoon zonde. Ja, ik zou er gewoon echt meegeven. Ik heb ooit een keer gelezen dat je het moet zien als 70-30. 70% goed, 30% lekker genieten van je leven. Want je leeft maar één keer. Dus ga nou niet jaren zitten strijden dat je niks mag eten. Want dat is gewoon zonde. En houd het ook niet vol. Want ik heb het echt volgehouden doordat ik in het weekend lekker mijn wijntjes kon doen. En lekker een drankje kon doen. En lekker chippy erbij, weet je. Dat is gewoon heerlijk. Dat vind ik gewoon genieten. En daardoor heb ik het ook gewoon doorgehouden. En dan was ik maandag alleen maar meer gemotiveerd van oké, we hebben een lekker weekend gehad. En nu gaan we er weer tegenaan, weet je wel. Dus wees gewoon echt niet te streng voor jezelf. Want het heeft gewoon geen zin en je houdt het gewoon niet vol. En het is gewoon zonde van je leven. Tenzij je natuurlijk, ja, niet van ongezond eten houdt. Maar ja, anders was je waarschijnlijk niet op deze video gekomen. Ja, en als laatste wil ik eigenlijk zeggen, maak het vooral ook hartstikke leuk voor jezelf. Ga op onderzoek uit. Zoek caloriearme recepten. Jongens, het hele internet staat vol met caloriearme recepten. Kijk op TikTok, low calorie, Google, echt, er zijn zoveel opties. Dit is echt niet normaal. Je kan zoveel leuke dingen opzoeken. Ik heb zoveel dingen geprobeerd. Ik probeer ook heel veel te delen op mijn Instagram. Dus volg me nog niet op Instagram. Is @sarahvoort. Hier doe ik heel vaak receptjes met low calorie. Echt, maak het gewoon leuk voor jezelf. Ik heb zoveel voor lunch een pizza gegeten. Wat gewoon lekker een gezonde pizza was. En boeien, want het is gezond. En je mag het. En treat yourself. Er zijn ook heel veel dingen in de supermarkt wat je kan helpen. Ja, ga gewoon voor de light producten. Deze bevatten gewoon minder calorieën, waardoor je dus weer wat meer kan eten ervan. Vooral sausjes. Ik heb die frietlijn, of zo heet dat, frietlijn. Dat bevat heel weinig calorieën en dan kan je toch wel lekker een dipje of een sausje of iets. Rode sausen, ketchup en zo bevat ook veel minder calorieën als andere soorten sausen. Dus probeer gewoon op dat soort dingen te letten. En je kan het echt wel gewoon lekker voor jezelf maken. Het is echt niet dat je opeens geen saus meer mag eten. Of dat je dit niet meer mag eten. Maar ja, let gewoon op in de supermarkt als je staat. Hebben ze een light product? Bevat het minder calorieën? Pak gewoon dat product. Want dan kan je gewoon echt er meer van eten. En dan heb je natuurlijk gewoon een voller gevoel.
Dus ja, dat zijn eigenlijk een beetje de tips voor eten dat ik jullie mee wil geven. En ja, ik hoop dat jullie hier wat aan hebben gehad. Oké, dus dit waren al mijn eettips. En dan wil ik nu eigenlijk doorgaan naar het sporten. Zoals ik zei, heb ik in het begin dus helemaal niet eens gesport. Heel af en toe bij stand thuis wat oefeningen gedaan. Maar nou, dat kan je eigenlijk geen sporten noemen. De laatste tijd ga ik wel vet vaak naar de sportschool. Deze tijd al wat minder, want ik heb het wat druk. In het begin ben ik natuurlijk helemaal gemotiveerd. Nu probeer ik ongeveer 2-3 keer in de week te gaan. Maar ja, zoals ik zei, je hoeft niet per se te sporten. Maar ik vond dit op een gegeven moment heel fijn. Want ik merkte dat ik hierdoor veel meer motivatie kreeg van ik heb nu zo hard gesport. Dan ga ik natuurlijk ook natuurlijk wel lekker gezonds eten. Dan ga ik me daarna niet weer vol zitten vreten. Want dat is gewoon zonde, dan heb ik gesport voor niks. Je lijf wordt er gewoon strakker van. Ik merk dat ik er veel meer energie uit haal. Veel energieker ben. Minder moe. Ja, ik haal er gewoon energie uit. En ik voel me ook gewoon fitter, sterker. En het is gewoon een heel fijn gevoel. Dus ja, dat is eigenlijk gewoon de reden waarom ik sport. Ik vind het gewoon fijn. Het helpt je bij het afvallen, maar het is niet per se noodzakelijk. De grootste motivatie, en het klinkt echt heel stom, maar begon bij mij toen ik een samenwerking had met Stronger. En allemaal leuke sportpakjes kreeg. En ik trok ze aan en ik dacht, mijn lichaam zit er hier niet heel strak in uit. En toen dacht ik, dat zijn zo leuke pakjes. Ik wil me hier goed in voelen. Ik wil me hier vrij in voelen. Ik wil lekker in de sportschool staan en denken, ja, ik sta hier, weet je wel. Hetgeen waar Stronger echt voor staat, is het bouwen van een sterkere, stronger lifestyle. En ja, dit is natuurlijk iets wat mij ook heeft geholpen met het afvallen en mijn afvaljourney. Dus ja, dat vind ik gewoon zo ontzettend leuk. En daarom wilde ik hun echt hierbij betrekken. Ze waren ook helemaal enthousiast toen ik hun over dit idee vertelde. En over de uitleg van deze video. Dus ja, echt shout-out naar Stronger. En daarnaast zijn ze echt vet, vet milieubewust. Dus dat is altijd een pluspunt. Alle kleren zijn van gerecyclebare producten, materialen. En ze doneren ook heel vaak geld aan klimaatvriendelijke projecten. Ik heb ook dus een mini Stronger haul. En ik ga jullie vet, vet, vet leuke sportpakjes allemaal laten zien. Dit is iets wat mij heel erg geholpen heeft met sporten. Ik heb natuurlijk ook een kortingscode. Dit is Sarah20. En dan krijg je 20% korting op hun gehele site. Ze hebben echt vet leuke collecties. Ik heb ook van de Monica Geuze collectie. Love de collectie echt. Ze leveren dus gratis naar Nederland. Echt vet chill. Dus je hebt geen leveringskosten, geen verzendkosten. Dus dat is top. En ja, je hebt dus, ik heb dus kortingscode Sarah20. Waarin je 20% korting krijgt op de gehele website. Dus laten we maar snel naar de haul gaan. Ik wil jullie iets superleuks vertellen. Want precies vandaag is hun nieuwe paddle collection uitgekomen. Dus vergeet zeker niet een kijkje te nemen. Link staat in de beschrijving. Ik heb 5 superleuke setjes die ik graag aan jullie wil laten zien. Het eerste setje is deze superleuke kleur. Hij ziet er zo uit. Een korte broekje. Zit top. Daar draag ik deze zwarte sport BH bij. Deze is echt vet leuk. Dit is van de Monica Geuze collectie. En deze heb ik echt super vaak al aangehad. Lekker in de sportschool in het warme weer. Met deze top. Die zit een soort gekruist hieronder. Vet leuk. Oké, dit is de eerste outfit zonder de top. Ik dacht, ik laat hem even zo zien. Want dan kunnen jullie de sport BH goed zien. Die ziet er van achter zo uit. Echt vet leuk. Maar om zo in de sportschool te gaan, voel ik me nog niet comfortabel genoeg. Dus ik doe lekker dit topje eroverheen. Dit is een vet leuk topje. Helemaal leuk dat het dus een setje is. Vet leuk. Hier heeft hij dus zo cross links. En ja, ik, als ik dit aan heb, dan heb ik gewoon al zin om te sporten. Hij ziet er dus helemaal zo uit. Helemaal opvallend in de gym. Nee, ik vind het echt heel leuk. En het chillen aan deze leggings vind ik dus dat ze echt gewoon mooi aansluiten. Het volgende outfitje is een beetje te warm voor nu. Maar deze is ook van de Monica Geuze collectie. Ik heb trouwens van alle broekjes de maat M en van alle tops de maat S. Dus dan weten jullie dat. Dit is de Zara Lizzie legging. Echt, deze vind ik zo leuk. Ik hou echt van overdreven printjes. En hij zit echt vet lekker, lekker strak en gesloten. En daarbij dus deze top. Hier doe ik geen sport BH onderaan. Dat vind ik allemaal niet nodig. Dan is dit echt één van mijn favorieten. Echt, ik vind het zo'n leuk setje. Heerlijk. Het zit ook heel lekker. Ziet er dus zo uit.
Ik kan er echt goed in bewegen. Ze zijn squatproof. Ook van de Monica Geuze collectie. Deze beige outfit. Zelfde sport BH als die zwarte, maar dan in het beige. En daarbij deze legging. Ik vind deze leggings het lekkerst. Je hebt ook van die seamless, dus naadloze leggings. Maar ik vind deze soort leggings echt het lekkerst en het stevig zitten. Dan hebben we deze outfit. Ik vind deze kleur heel erg leuk. Dit is sowieso een kleur die ik echt vet leuk vind. Ja, deze zit ook gewoon mooi aangesloten op elkaar. Ziet er zo uit van achter. Vet leuk rug. Ik vind dit wel een beetje spannend om te dragen. Want dit is best wel bloot. Maar weet je, je moet er gewoon lekker schijt aan hebben. Heerlijk in te bewegen ook. Je voelt echt niet het idee dat het doorschijnt of zo. Of dat het gaat scheuren. Dus dat vind ik super chill. Ben je nou niet zo comfortabel met heel erg het zien van je buik? Heb ik hier een outfit wat zeg maar een los tanktop overheen valt. Dus eerst dit soort sportbroekje. Deze is dus seamless, maar ik vind dit iets minder mooi zitten. Deze is heel high-waisted. En daarbij draag ik deze top. En deze is zeg maar wel lang. Dus hij valt over je buik heen. Heel erg leuk. Maar aan de achterkant heeft hij dus een splitje. Dus dan zie je wel nog je booty. Dan heb ik dus nu los dat zwarte korte broekje aan. Deze seamless, die zit ook heel erg lekker in het bewegen. Maar ja, ik vind deze net wat minder mooi zitten ofzo. Want je ziet hierdoor heel erg zeg maar, dat buikje waar ik het laat in mijn vlog over had. Maar dit is natuurlijk gewoon je baarmoeder. Je kan hier zomaar soort vrij weinig aan doen. Maar toch vind ik het wat minder mooi. Dus ik vind het leuker om deze te combineren dus met een top. En ja, dan ziet het er gewoon zo uit. Dan is dat zeg maar gewoon er overheen bedekt. En het leuke aan deze top is wel dat hij dus zeg maar hier een split heeft. Dus dat het wel nog een beetje er leuk uitziet. En ja, je gewoon je rug en je kont een beetje ziet. Dus dat ziet er wel leuk uit als echt zo'n saai, groot, overvallend shirt. Dus ja, dit is ook echt een van mijn favoriete tops. Of als je een beetje een bloated buik hebt van het eten of ja, je hebt gewoon niet zo goed gegeten, dan kan zo'n top echt zo super chill er lekker overheen vallen. Maar van achter ziet het er nog steeds super fancy uit. En als laatste, het is echt mijn favorite, maar die is ook een beetje warm voor nu, is deze. I love it. Hij zit zo, zo lekker. Dit is echt, ik denk dat deze legging het allerlekkerst zit. Heel erg blij mee en die combineer ik met deze sport BH. Hele leuke bandjes heeft die. Nou, helemaal top. Dit is echt mijn all-time favorite. Gewoon super classy, zwart, basic. Maar hier zit je gewoon altijd goed mee. Ik vind het leuk aan zwart dat het goed afdekt. Ik vind deze sport BH ook heel erg leuk. Een beetje heet voor deze tijden nu. Maar ja, deze zit ook heerlijk. Broeken dus met M, toppen altijd met S. Toppen, topjes. Ja, dit was dus eigenlijk de Stronger Haul. Ik zweet me helemaal dood. Wat een sport was dit. Ik zit hier echt met 40 graden in een kamer om te kleden. Het was een workout. Dus vergeet zeker niet de kortingscode SAGA20 te gebruiken voor 20% korting. En vergeet de nieuwe collectie te kijken die vandaag online staat. En daarnaast krijg ik ook heel vaak de vraag wat ik precies in de sportschool doe. En ja, dit verschilt heel erg. Ik begin altijd met 30 minuten cardio. Ik ga 15 minuten lopen op een helling 6. En met een snelheid 5,5 tot 6. Zodat ik echt een goede hike aan het doen ben. Dan doe ik ongeveer 15 minuten. Dan doe ik 5 minuten traplopen. Soms iets langer. Op de stand 9. En dit heb ik opgebouwd hoor. Ik begon met 7, toen 8, 9. Dat moet je telkens opbouwen. Je moet niet meteen helemaal vol gaan traplopen. En daarna ga ik roeien. Ga ik 2000 meter roeien. Dus ongeveer ook 10 minuten. Dus dan ben ik ongeveer 30 minuten cardio aan het doen. En dan ga ik kijken, ga ik billen, buik, armen. Ik probeer gewoon een beetje alles te trainen. Armen heb je van die apparaten en die zo en zo en zo. Weet je, ik doe gewoon van alles. En dat doe ik in sets. Ik begin met het lichtste gewicht. Niet het lichtste gewicht, maar in mijn straatje. Die doe ik 15 keer. Dan ga ik een stapje zwaarder in gewicht. Doe ik 12 keer. Doe ik nog een stapje zwaarder in gewicht. Doe ik 10 keer. Dus dat doe ik 3 keer. Sets herhalen van 3 keer. En dat bouw ik dan af. In hoeveelheid, maar op in gewicht. Dus dat zijn een beetje armdingen die ik doe. Met billen doe ik hip abduction. Dat je zeg maar je benen wijd gaat doen. En dan bouw ik ook op in gewichten. En precies dezelfde sets. Dus 15, 12, 10. En dat doe ik ook met de leg press. Ga squatten. Hip thrust. Je moet er gewoon voor jezelf een fijne routine in vinden. Ik gebruik vooral veel apparaten. En soms een beetje squatten. En weet ik het allemaal. Buikoefeningen doe ik altijd via een app. En dan gewoon op een matje. Dus ja, ik wissel het altijd gewoon een beetje af. Zodat je niet
ja, te veel achter elkaar sport. En ik ben daar hartstikke nieuw in. Ik heb geen idee of ik het goed doe. Maar ja, probeer gewoon een beetje een routine voor jezelf te vinden. Wat je zelf heel fijn vindt en wat goed gaat. En ja, dat is gewoon het allerbelangrijkste. En ik vind het ook gewoon lekker om te cardio. Lekker die calorieën eraf trainen. En ik heb nog niet echt een vaste routine. Ik doe meestal ook wel wat. Pas een beetje met standsport, mijn vriend. Hij is helemaal into sport. Hij heeft helemaal het moed en mijn houding en dit en dit en dit. Dus dat vind ik helemaal leuk. Zoek gewoon iemand op die er misschien een beetje verstand van hebt. Ga met diegene naar de sportschool. Laat je lekker door de sportschool wijzen. Ik heb het ook met een paar vriendinnen gedaan die ook wat tips hebben gegeven. Dus dat is altijd hartstikke leuk. Mensen vinden het alleen maar leuk om te delen. Soms denk je van een beetje raar om te vragen. Geloof me, mensen vinden het alleen maar leuk om tips met je te delen en je te helpen. Dit was eigenlijk ja, de storytime. Ik hoop dat het voor jullie wel duidelijk is. Ik hoop echt dat ik jullie gemotiveerd heb. Dat jullie wat kan helpen. Ik plaats een artikel in de beschrijving die ik heb gelezen. Die mij heel erg heeft geholpen. Dit geeft iets van 15 tips dat je helpt met gezonder eten. En ja, dat was eigenlijk de video. Ik hoop heel erg ja, dat ik jullie natuurlijk allereerst heb kunnen helpen of heb kunnen inspireren. En dit is eigenlijk mijn verhaal. Ik ben heel erg blij dat ik deze video heb kunnen maken en jullie hopelijk heb kunnen helpen. Start een leuke discussie of een gesprek in de comments waar we ook met z'n allen over kunnen praten. Dit vind ik hartstikke leuk. Daar nodig ik jullie voor uit. En heb je nou echt een privé kwestie, kan je me altijd DM'en. Maar heb je niet zekerheid dat ik reageer? Want ik krijg zoveel DM's. Ik kan er gewoon niet allemaal op reageren, helaas. Heeft deze video nou geholpen? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet niet te abonneren. Notificaties op aan te zetten. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!